Nou, wat wij heel erg belangrijk vinden is dat we goed kijken wat dit platform precies doet met onze gegevens. En er loopt nu een rechtszaak uh, bij de Ierse toezichthouder over onder andere de gegevensdeling, al dan niet de gegevensdeling van het platform uh, met China. Ja. En um, wat komen wij... we daar überhaupt achter? Nou, dat zou heel goed kunnen, want die, die zaak nogmaals die loopt. Dus we moeten zorgen dat we daar ook een antwoord krijgen. De bedoeling is dat het nog wel dit voorjaar gaat gebeuren. Ja. En wat ik steeds belangrijk vind, is dat we, als we dit soort platforms hebben... dat we goed kijken naar de regels die we daarvoor in Europa stellen... over gegevensdeling, over hoe je omgaat met uh, kinderen... Ja. Uh, met leeftijdsverificatie, al dat soort onderwerpen. Maar de vraag was... Daar hebben we regels voor, ja. zolang je daaraan voldoet. Dan maar de vraag is het was dat het verboden moet worden. Op dit moment is dat te vroeg. Dus ik vind dat we vooral goed moeten kijken hoe uh, het platform voldoet. Net zo goed ja. als andere platforms aan de regels die we hier in Europa hebben. Ja. En pas wanneer dat zou, blijken het niet zo zijn, dan gelden eerst nog boeteclausules en daarna kun je altijd nog naar die laatste stap kijken. Alexander.